Mensen, welkom bij een nieuwe video. En dit is mijn eenmalige game video op mijn YouTube kanaal. Je kan er dus maar één van. Kijk in de titel welk spel het is, want ik ben het vergeten. Dus ja. Ik ga die auto gewoon volgen. Er zijn ook stoplichten. Dit is eigenlijk een real life game. Maar ik kan gewoon doorrijden. Hij gaat naar links, naar rechts. Naar de kant rechtskant. Naar de kant rechtskant. Hij gaat weer naar rechts of wat? Hij doet dan als ik stil moet staan. Maar deze dingen is altijd aan. Ah, dat zijn mijn gevarenlichten dus. Blijkbaar. Oh! I'm sorry, monsieur. Monsieur de dikke pui. Je kunt dus letterlijk op driften. En je hebt ook andere auto's. Oh, wow. Ik denk dat iemand anders volgen wordt. Want ik denk dat ik die ene gast kwijt ben. Genoeg speed pakken. En boven. Ik ga deze blauwe gast hier volgen. Alleen paarse gast. Naar welke kant gaat hij? Naar rechts. Er is ook een kleine limited van deze map. Een klein beetje. Kan ik hier maar van rijden? Ja, hier kan ik niet door. Eén keer heb ik hier geen slip gedaan, maar deze gasten moet ik achterblijven. Ik wil netjes driven in mijn haas. Reageert te hard, serieus. Gaan we in een andere auto rijden? Natuurlijk. Yes, of course. Of course, my perfect babies. We kunnen drive in another car. Come on. Ja. Yeah. Dit zijn mijn auto's. Eerst waren de andere kleuren. Maar deze vind ik zo... Maar ze elkaar lijken. Dus met deze ga ik rijden. In night. Dan kan ik de mens beter echt volgen. Want dan zie ik de knipperlichten het beste. De knippies. En het geluid lijkt precies zo voor mij summercar-achtig. En de snelheid. Dat is wat meer dan mijn summercar. Je kunt aan je auto's geen damage krijgen. Maar het geluid is wel dat je damage krijgt. Heel vaag spel. Ik heb voor de rest eigenlijk geen zin in het spel. Normaal kan ik zo goed rijden in dit spel.
Omdat ik misschien in de stress ben, omdat ik niet te goed zit, kan ik misschien niet zo goed rijden. Want ik raak elke paal aan. Dat is het slechtste met mij om YouTube-video's te maken. Die stoplichten die gingen te laat op rood. Daar kon ik niet uitwijken. Daar kon ik niet op tijd stoppen. Dus de bakjes die stoppen niet zo snel. Oh, rood. Heb ik niet gezien. Sorry. Sorry, politie. Fuck the police. Woe, woe. That was a drift. Woe, woe. Ik heb beter voor de dag. Voor de dag. Te rijden, want dat ik beter over de vangrail. Want dan kon ik me beter zien driften. Dat ga ik even doen. Ik ga even terug naar de garage. We gaan nog altijd met de groene auto rijden. Maar als deze auto vind ik ook super mooi om mee te rijden. De lichtjes. Maar we rijden in deze slome scheidbak. Nu voor de dag. In de dag. Want dat is een goede driftwagen. Heel goede driftwagen zelfs. Terug stoppen. Nog 3 minuutjes. Exact. Bijna. I'm speedy! Hoe ben ik hier nog al wel niet ingevlogen? Heel vaak. Ze moesten dus, die makers moesten dus dichtmaken. Dichtklaken. Moeken moest dus een keertje dichtmaken. Kleine bak, 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 bak. Mooie drifty, drifty bak. Mooie drift, bak, bak, bak. Dit is eigenlijk de kant trouwens. Kukkelijk er weer in. Dacht ik een goede drift te hebben. Dan heeft Moeke dan nog altijd niet dicht gemaakt. Zeg Moeke, maak dat eens dicht. Maak eens dat je dat eens hebt dicht gemaakt. Ouch. Weer een deuk in mijn bakkie. Ik wil niet eens deuken en het spel kunt krijgen. Uw auto stopt altijd als je tegen een paal aanbotst. Maar de paal valt het eigenlijk wel om. In GTA rijd je de volgas door. En dan stopt die auto niet. Super raar. Deze game. Is een way minder. It's a pimo, 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 pim. Ik heb allemaal verschillende lampjes aan. Moet ik ze afzetten? Nee, ik zet ze niet af. Mijn lichten branden. Dat zijn die rode bolletjes. Die nu branden. En die gele bolletjes zijn dus, of oranje bolletjes zijn dus mijn knipperlachten. En ik heb mijn gevaarlicht aan. There's an emergency! Oh! Wat? Dat wil ik terugzien.
Hallo, hallo, mensen. Ik ben jullie president. Luister naar wat mijn auto zit te brommen. Autootje, stop. Oh, ik hang eraan. Oh, dit is echt een fun video. Oh, ik ben al te laat. Nou, deze fun video is een beetje raar. Want ik wist echt niet dat ik omhoog zou vliegen. Ik wil dat terugzien. Sowieso. Er is een emergency. En ik zat in de lucht.